Welkom terug en leuk dat je weer kijkt. Review 169 alweer. We gaan richting de 200. Ja, ik weet het, ik heb het wel vaker gezegd, maar nu gaan we echt richting de 200. Als jij mijn vorige unpacking hebt gezien, dan kan je wel raden dat ik zoiets had van, weet je wat, laten we gelijk een biertje openmaken. Die ik van Thomas Opent heb ontvangen. En Thomas Opent heeft ook zijn eigen kanaal op YouTube. En is ook actief op Instagram, Facebook. En ja, altijd fijn om biertjes te mogen ontvangen. Ik heb hem zelf ook eens wat opgestuurd. En ja, hij had zoiets van, laat ik Remy nu eens iets opsturen. En we beginnen, want ik heb er drie gehad. We beginnen vandaag met deze, de Nuver. Het is een Groninger Amber Ale. En hij is van brouwerij Martinez. Check. Ja, ziet er goed uit. Etiket. 3,5%. Dus het is een vrij licht biertje. Nou, er staat ook een stukje tekst op. Eens even kijken. Wat staat er allemaal op? Nuver. Groninger Amber Ale. Open, avontuurlijk, nieuwsgierig en een tikkie excentriek. Alright. Ingrediënten: water, mout, rode emmer. Rode emmer? Thomas, jij bent een Groninger, hè? Rode emmer. Ja, of ik ben niet echt een enorme kenner. Ja, ik heb de rode emmer nog nooit van gehoord. Uiteraard hop en gist. Tenminste houdbaar tot december 2018. Even kijken, er staat ook nog een stuk tekst op. Nuver, Gronings voor lief, aardig. Maar in delen van de provincie ook zonderling en excentriek. Deze Groninger Amber Ale heeft speciaal voor Koningsdag 2018 een oranje touch gekregen. Supercomputer IBM Watson heeft de karakters van Groningers en het Koninklijk Huis gematcht met eigenschappen van bieringrediënten. Ja, het staat een beetje een moeilijke tekst. Het is een beetje een vreemd lettertype. In dit koninklijk bier proef je de hop uit Zuidbroek en rode emmer uit Bellingswolde. Ja, en ik weet nog steeds niet wat rode emmer is. Nuver is mogelijk gemaakt door de stad Groningen. Het IBM CIS Groningen, Café Soestdijk, Bierfestival Groningen en Brouwerij Martinez. Cool. Het is dus een oranje bier. Ja, vandaar ook de kleur. Check nog even één keer. Zo oranje als wat. Ja, en het is Koningsdag aanstaande vrijdag. Dit wordt trouwens opgenomen op woensdagmiddag. Maar mogelijk dat ik deze morgen of op Koningsdag online zet. Dus iedereen alvast een fijne Koningsdag. Mijn vrouw en mijn kinderen die gaan lekker zitten op de markt en spulletjes verkopen. Ja, en de mannen kunnen beter, denk ik, gaan aan de oranje biertjes. Ik ben benieuwd wat de kleur doet. Ik ga hem openmaken en kijken wat deze Groninger doet. Here we go. Ja, en uiteraard Thomas, nogmaals dank. Ik ben heel erg benieuwd naar het bier. Een Groninger Amber Ale. Ik ben benieuwd. Ik ga nog gewoon inschenken, kijken wat hij doet. Here we go. Ja, ik verwacht natuurlijk wel dat hij oranje is, hè. Dat hoort bij een Koningsdag editie bier, zeg maar. En zo te zien, klopt het. Ja hoor. Hij is inderdaad prachtig oranje. Ja, amber, hè. Of amber. Kan je ook. Beetje amberkleur inderdaad. Maar er zit inderdaad een hele mooie oranje gloed in. Ik weet niet of je het zo kan zien. Ja, ik kan het wel aardig zien. Check. Ja, het ziet er goed uit, hoor. Mooi kleurtje. Ik ga hem ruiken. Here we go. Wow. Kruidig. Kruidige tonen komen naar voren. Ja, een beetje pittig. Een beetje... Ja, wat voor kruiden. Beetje nootmuskaatachtig.
Zoiets. Koriander. Ja. Ruikt in ieder geval erg fijn. Misschien is dat dan wel de rode emmer. Zou kunnen. Rode emmer. We gaan het opzoeken. Ja, weet je, Google is your best friend. Dus je kan het ook op Google googlen. Maar ik ben eigenlijk benieuwd wat Thomas erop te zeggen heeft. En ik denk dat hij al een reactie achterlaat op YouTube bij de comments. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem proeven en kijken wat hij doet. De Nuver van Brouwerij Martinez. Here we go. Cheers. Lekker. Zeer smaakvol. Wauw. Kruidig. Klopt. Ja, zeer smaakvol. Echt een beetje bittertje erin ook. Maar vooral een beetje kruidig. En ook wel een beetje romig. Ja, ik vind het wel een fijn biertje dit. En 3,5%. Netjes hoor. Heel erg netjes. Allereerst nog, nee, niet allereerst. Nogmaals, Thomas, hartelijk dank. Ik vind dit echt een heerlijk biertje. Ik moet zeggen, voor een 3,5% smaakt hij echt supervol. Echt een lekkere amberbier. Ja, wat ik al zei, kruidig. Ik vind hem lekker kruidig. Echt een top Koningsdag biertje. Als ik hem een cijf moet geven, en dat moet ik ook. Ook op Koningsdag, uiteraard voor onze koning. Ja, ik geef hem 7,5. Ik vind hem echt geslaagd. Lekker biertje. Ja, niks aan toe te voegen eigenlijk. Het is echt vol 3,5%. En dat blijft een beetje in mijn hoofd zitten. 3,5%. En zo vol van smaak. Top. Knap gedaan. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Uiteraard bedankt voor het kijken en zeer zeker tot de volgende keer. Cheers.